Welkom bij het beurscommentaar van André van Eerde van Aberveld Vermogensbeheer. Vandaag donderdag en we hebben de cijfers ontvangen van Unibail Rodamco Westfield, een hele naam voor een fantastisch vastgoedbedrijf. Ze doen het erg goed. De huurinkomsten blijven heel stabiel. Ook in de winkelcentra doen ze het goed. Een heel mooi stabiel aandeel, met name voor dividend. Ook vanochtend kwamen de cijfers Volker Wessels, het bouwbedrijf wat toch helaas wat last heeft van de zeesluis in IJmuiden, waar ze 31 miljoen op af hebben moeten schrijven. Verder zijn de cijfers wel heel mooi. We zien een enorme orderportefeuille. En als Volker Wessels niet te veel tegenslagen heeft, zoals zo'n zeesluis, dan is het een uitstekend bouwbedrijf op langere termijn met een goede winstgevendheid. En een zeer beperkt dividendje, rond de 28 cent. Dus voor dividendrendement hoef je dit aandeel niet te kopen. Het is een aandeel wat op langere termijn vrij stabiel zal blijven liggen. Ik zie op basis van deze cijfers niet een sterke stijging. En voor de rest, het cijferseizoen is hiermee eigenlijk een beetje afgelopen. Hè. We hebben alle cijfers gehad. Er waren mooie winnaars. Er waren sommige teleurstellingen. Je kunt nu wel vaststellen hoe je je portefeuille moet inrichten. En dat is voor heel veel beleggers best moeilijk. Want we zien een beurs die redelijk hoog staat. We zien een rente die enorm laag staat. En toch durven veel beleggers niet in die beurs te stappen. En dat heeft te maken met toch de factor angst is hoog. Zijn de aandelen niet al te hoog? Uiteraard, je kunt de aandelen nu kopen met een veel hogere waardering dan een tijdje geleden. Zijn de aandelen te hoog? Dat ligt natuurlijk aan de ontwikkelingen in de komende 2 jaar. En dat is heel erg onzeker. We hebben natuurlijk te maken met politieke onzekerheid. We weten dat de rente langzaam maar zeker wat omhoog gaat. En wellicht is dat ook de reden waarom zo ontzettend veel mensen sparen. Het spaarquotum is nog nooit zo hoog geweest. Gaan we even terug naar de aandelen. De aandelen die natuurlijk heel stabiel zijn en heel stabiel blijven. Dat zijn natuurlijk de Unilevers, de Royal Dutch. De banken wat minder. We zagen in ING natuurlijk vorige week een flinke afwaardering. En dat had natuurlijk te maken met de Turkse crisis. Aan de andere kant zien we bijvoorbeeld het aandeel Philips. Wat het erg goed doet. En Philips heeft natuurlijk met de verkoop van de gloeilampen, dat ze daar afscheid van namen, is er een bedrijf overgebleven wat eigenlijk in hoogwaardige producten investeert. En wat heel erg innovatief is. Ook nu weer zijn ze met hele nieuwe producten bezig. En op die producten kan je gewoon een veel hogere marge maken dan op gloeilampen. Dus Philips heeft het wel fantastisch gedaan door de gloeilampen apart naar de beurs te brengen. Dat aandeel heet Signify. Dat doet het ook inderdaad niet zo goed, terwijl het aandeel Philips maar door blijft gaan. Dat heeft echt te maken met die waardecreatie door die innovatie. Ik wil afsluiten met toch mee te geven dat het blijft belangrijk om je portefeuille regelmatig door te lichten. Aandelen te bekijken, zijn dat nog de bedrijven die het goed gaan doen de komende jaren? Ook als misschien de rente wat omhoog gaat, als de politieke onrust wat toeneemt. Zijn dit de aandelen waar ik nog in wil blijven zitten? Als je dat regelmatig doet, dan kunt u nu rustig blijven zitten en hoeft u niet uw geld op de spaarrekening te zetten. Mocht u natuurlijk ooit een keer wat willen weten, ik ben op Twitter te vinden, André van Eerde, en je kan me altijd een berichtje sturen.